Ja, in rechts. Ja, omgedraaid. Ja, guaranteed kill off. Mocht je naar onze komen, we hebben een bepaalde afspraak. Ballenspel 2, ankerballen, peaceball. Die peaceball is er. Dat was een emissary galleon van de data van de ander. Oei, zijn we. Hey Roy, zie je dat? Wat? Hebben we wind mee? Want dit. I always think so. Is een MSR galleon heeft zijn zeilen alle kanten op. Ik zag het. Ja, die zijn nu Jinx... al 5 uur bezig. Jinxen zou het zijn als ik zou zeggen, we hebben geen wind tegen. En jullie ook onderweg naar het vocht, jongens. Misschien zeilen in de wind zetten, dan gaan jullie wel rapper. Twee zeilen staan naar voren, twee zeilen staan naar voren en de ene staat naar links. In plaats van alle. Wat? Wat gaan we nou naar het fort toe? Ja, ze gaan dezelfde richting uit in ieder geval. Oh, man. Ik dacht al, wat schijn hoor. Of ze gaan naar de hideout. Kan ook nog. Hinchford vaart op. Loepje. Ligt bij een eiland. Een outpost volgens mij. Thank you.
Shit, ik heb mijn glowy shit aan. Volgens mij is dat geen verhoogd fort. Nee, kill alles geen verhoogd fort. Tussen Roy. Mm-hmm. En wat stenen. Nu? Op onzin of? Nee. Dan is het. Lijken bijna. Lijken op een eiland stil te staan. Ah, je hebt ze gevonden of hij skeletjes tegengekomen? Nee, hi. Kom op, over, laat me eens wat zien. Sky Battle Gill. Oh, blijf deze koers aanhouden, jongens. Dat apprecieer ik heel erg van jullie. Wil je ervoor zeilen, bro? We zitten met wind tegen, het moet aan de andere kant van het eiland zijn. En de wachttorens. Alles beneden. Ik hang aan hem. Ik hang aan hem. Lekker bezig, Dennis. Zoals je ziet zijn ze onderweg naar een outpost. Neem het schip mee. Kom allemaal op, Mark. Hopelijk hebben ze ook een heleboel barrels bovenin zitten. Niet dat ik dat kan zien. Ze zijn wel een hoge kreet. Whatever. Dat is mijn kreet vaak.
Jij gaat daarheen. Oh, jij hebt een blunder. Oh. Oké. Dat is een gaatje in jullie wel. Hey, skelet. Ga maar vast. Ja. Gigantische skullkoekje. Zeg maar dat jullie firebombs hebben. Dan gooi je toch wat te eten op in de pan. In de ze hebben gaatjes in ieder geval. In de wat? Waar is de key? Dit maakt in de deur. Oh. Oké, daar ging letterlijk het hele eiland de lucht in. Ik weet dat jij een blunder hebt, dus ik kijk wel uit voor je. Niet mijn schip dat aan het zinken is nu. Al die pisteltjes af. Create 5 Order of Souls. Loop jij daar maar mee weg. Kom op, zink, kreng. Wauw, wat een schaduwprek. Dat gaat. Hoi. Ze zijn gezonken. Een goeie boot? Nee, maar ze liggen recht naast de outpost. Oh, ja, dat weet ik ook. Ze waren op de, net voor de outpost ben ik ze gaan aanvallen. Zijn ze op de outpost geklapt. Ze hebben één ik heb er één iemand een collector's chest met wat skills laten verkopen. Ik heb hier wel een groene gem nog. Ja, we zijn 5, dus leven maar gewoon in. Even die create 5 flag dadelijk verstoppen. Hoe fucking ver ga je weg? Waarom spant er in één keer een nieuwe wave? Kan ik omdat de laatste gestorven is. Ja, maar niemand heeft hem gekild. Oh, hij was vast. Hij zat vast in de muur. Dus die is gedespant. Ik zie je sniper. Het werd tijd dat ze dat fixten. Oh, fucking high. Wist je trouwens dat de skeletons niet in de vault kunnen? Klopt. Een blokkade voor. Oh fuck, eet ananas.
plekjes kunnen ook niet door die speciale deuren heen die je kan openmaken. Die toer van die soep gaat me dadelijk killen ook nog. Ik wil als eerste deze vlag verstoppen. Mijn fortje leeg. Vlag is verstopt. Huh? Dat is een Order of Souls Grade 3 vlag. Waar de fuck is jullie Grade 5? Waar is een 5? Ja. Daar is een vlag. Nou, was er iemand gezonken dan? Ze hadden nog een vlag aan boord, om wat voor reden dan ook. Omdat ze of zelf een keer gezonken zijn, of dan ze hebben gezonken. Huh? Ik heb hier nog een grade 4 en een grade 5 vlag. Ik heb een grade 3, 4 en 5 vlag. Oké. Okay. Ah. Ja, ik heb de 5 vlag nu ik heb nu de 5 vlag gepakt. De sloep komt namelijk naar. We zijn klaar toch? Hebben we alles? Volgens mij wel. Ja. Oké, let's go. Sorry, hier. Volgens mij is het Golden Sands. Hebben jullie daar wind mee? Nee. Wat denk je zelf? Moet je dat nog vragen? Ja, hè? Ik een grade 5 en een grade 3 vlag verstopt. We moeten voortaan gewoon zeggen dat we geen haast hebben om ergens of zo. Jezus. Ergens naartoe te varen. Als we ergens snel naartoe moeten, dan hebben we wind tegen. Ja. Zeg maar dat je gewoon geen blunder hebt. Oh, fuck sake. Lol. Niet schieten op mijn galleon. Ik ben nauwer aan het schieten. De bovendek op dicht. Even dicht slaan, ja, just in case. Nou, die grade 4 vlag is er van te. Oh ja, waren er 3 en 5. Grade 4 vlag is er van tussen, hè? Ja, die sloep heeft die grade 4 vlag, alhoewel die sloep draait zich nu terug. Oh ja, en ik heb de jam nog.
ook serieus terug? Hij is om het eiland heen gedraaid. Hij gaat volgens mij naar de andere outpost heen. Ja, komt op een galleon aan. Ja, dat zijn hun. Zie je. Dat zijn geen kierkezonken. Maar die waren al met zijn. Kom je ook aan, Mark? Kom maar aan. Sloep je al te vandoor. Ja. Nou, ik heb mijn best gedaan, kapitein, maar er is me een beetje loot door mijn handen. Ja, beetje loot kwijt en je hebt overleefd. Hey, dankzij dat ik het overleefd heb, ik wel de beste loot bewaard. Gered. Orisailen. Orisailen is het schip wat ik gezonken. Ja, nou bij de outpost. En die verwachten waarschijnlijk dat die sloep dat is. Nee, is niet bij de outpost, schiet er langs. Die denken dat die volgens mij die sloep dat heeft. Nou ja, dus is vaak met de sloep sowieso meer kans als ze maar met z'n twee zijn dan bij ons. Ik zou, als ik met z'n twee op een galleon zit, niet achter een andere galleon aangaan. Waarom ga je helemaal langs het? Ja, omdat er twee staan te slapen weer. En zeilen waren nog omhoog, dus kon niks. Ik ben de zeilen naar het, of de vlaggen naar het dok aan brengen. Is die sloep nou stil gaan staan bij Cannon Cove? Ik val ook inderdaad haast in slaap. Goedemorgen. Die galleon gaat inderdaad achter die sloep. Ah, we gaan verkopen. Ik wil weer wat te doen. Krak. Even kijken. Deze bijwerken. Zes. Twee. Zo. Je dokje rechts of die, oh ja, die achterste. Waar ik nu loop. Dat kan zijn op ons. De twee vlaggen liggen hier in de dingen geklikt. En gems en collectors guess. Echt.
Jezus. Kan iemand een lauwe kaarsje aan doen? Dus man. Ik hoop echt dat ze ooit nog een keer die lantaarntjes gaan fixen, ik zweer het. Wat? Wat bedoel je? Wat fixen? Die op de boot. Zo? Dat ze überhaupt iets qua effect ja, hebben. Maar we hebben hier een rode lamp, die geeft bijna geen licht. Ja, sommige kleuren geven minder licht dan andere. Het is iets beter, want het is een halve meter. Oh shit, ik ben net te ver. Tango springt spontaan het water in. Hij wil wakker worden. Een frissende duik zal hem wel helpen. Met de leeg hier open neer hoor. Oh ja, ik zet ze hier neer, dicht. Als je ze open gaat zetten, dat gaat Roy niet leuk vinden. Ja, als ze niet allemaal in elkaar geklept staan, is dat niet zo heel erg. Oh ja, hier liggen die vlaggen. Dat was het vergeten. Nou, bijna benieuwd. We hadden net voordat we hier dit konden verkopen 274.000. Ja, eens kijken wat we dadelijk hebben. Dadelijk een gekke gedachte met die collector chest voordat we Gold Hoarders downvoten. Dat we met collector chest alle skulls naar de Order of Souls stand toe brengen, maar nog niet verkopen. En dan alle collector chests bij de Gold Hoarder verkopen, krijgen we het meeste geld ervoor en telt ook meer voor mee voor de MS. Als eentje dadelijk tickets zijn. Ja, doe ik wel. Er komt even wat rap binnen. Over 55,5 in één keer. Bam. Ja, ik ging in één keer
twee levels omhoog. Klein lekspijkje. Ik zit sowieso zelf alweer over de 8 ton heen. Nice. Maar dan heb je toch wel iets van 4, zit er toch iets van 4 ton al? Ja, dus we hebben al minimaal 1,3 ton net verkocht hier aan Goldholder Zooi. Liep de laatste kisten. Als ze op een hoopje liggen, vergeet je hoeveel dat er zijn. Aha. Dat was ook de reden dat ik eigenlijk wilde verkopen. Niet zozeer tegen het stoppen, maar meer omdat ik mijn goldholders rank 1 nog wilde. Misschien heel zeker dat ik hem had. Ja, toen we eenmaal de zeilen van die galleon zagen, had ik zoiets van ja, daar hoeven we ons niet druk om te maken. Ja, en toen kwam, heb ik ze solo gezien. Hey, ik dacht, ik anker ze nog niet, ik kill ze en ik laat ze gewoon even op het eiland klappen. Heb je die vlag en zo al aan boord? Ja, die liggen op tafel. Hey! Wat? Wat? Grade 5, Hoarder of the Stronghold. Dat zie ik. Geen ruk aan XP. Nee, dat geef ik helemaal niks. Al helemaal niet in verhouding wat je krijgt van dit. Deze geef je nu echt gewoon helemaal niks meer ten opzichte van daadwerkelijk MSRE varen. Nee, klopt. Vroeger waren ze het nog wel waard in de zin van je kon er nog flink wat rap uithalen om die dingen te doen, maar... Oké, Roy, ik heb je heel even geholpen met die dingen. Mm-hmm. Ik ga ondertussen skills in kisten doen. Ja, moet je alleen nog even niet op dok gooien. Er staan nog kisten tussen. Ik wil allemaal jullie gold worden, pak je maar aan. Maar je bent level 75. Ja, zeker. Oh, hier liggen nog gems. Kist vol gems. Ik heb een goldholder pakje aangedaan. Ja, dat doe ik zo wel. Had je trouwens meegekregen wat ik net zei van die met die skull? Ik weet niet wat ik allemaal ja. Meekreeg, kerel. Hij gaat gewoon op en neer met loot. Nee, want hij gaat niet verkopen. Dat is juist niet de bedoeling. Wat hij eigenlijk aan het doen met die... Met die collector's chest is skulls bij de Order of Souls check neerleggen, maar niet verkopen, zodat we die collector's chest allemaal bij Gold Order kunnen verkopen. Oké. Hier weer een kist met gems. Die heb op de kop gegooid wat zo gezegd leeg was. Ja, lijkt het op. Ik, alles wat die paal is, die heb ik leeg. Dat is ook het enige wat wij terug mee in school brengen.
Order's Livery Accommodation unlocked. Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij gaan we al over de 6 ton heen of zo. In Eminent Hoor. Chest leeg maken. Ja, was ik ook al mee aan het bezig. Dat is Calico. Toch net wel een Calico. Ja, dus ik denk ja. Dat is. Hey Jeffrey, goedenavond. Goedenacht zelfs al, het is bijna 1:30. Incoming tribute. Wacht, ik ga niet weg. Cold order is eigenlijk blut. Dat ik ook 75 ben hoor. Jesus Christ. Hopelijk in ieder geval, misschien niet. Ik heb wel even geen rapbalkje meer in beeld zien komen. Ik heb ook al even niks mee gezien. Goed, goed. En daar gaan het verkopen. Characters chest kort. Oké, even kijken voor zeker dat alles van gold al niet van mijn poot af is. Nog één Vasco. Dit gaat allemaal naar Reapers. Oké, nog niet de vlag downvoten. Alles wat nu op het dok komt te staan zijn skulls. Die moet je in de Order of Souls staan neerleggen. Niet verkopen. Oh Lord. Oeh. Oei. Wat een kelje naar bij tellen. 73,5. 59,5. Ik ging in één keer 3 levels omhoog.
ben iets van 8 levels of zo omhoog gegaan. We moeten kijken wat het in het begin was. Oké. Okay. Is mijn schuld. Ik dubbelklikt op F en toen verkocht. Dat kan gebeuren. Eén schuld meer. Zolang ik geen stronghold was, dan wil ik niet. Je kunt aan het directe collector chest verkopen bij de cold order. Dat je direct vanaf kijk, alles. De ritual skills is ook ding, hè? Ook Reaper, ja. Je hoeft de collector chest niet meer terug te brengen, hè, Mark? Oh ja, natuurlijk. Mag je gewoon bij de cold order verkopen? Bij de cold order. Had jij geen skills meer op het deck liggen? Nee, alles is weg. Alleen de Ash Chest kunnen we. Alleen de Ash Chest nemen we mee ook voor de. Dat wou ik net zeggen. Ook hier ligt eigenlijk een berg geld waar je bang van wordt. Maar voordeel, die zou ik wel snel verkopen. Ja, gewoon F spammen. Merchants. Tango. Verkopen. Jullie maar dadelijk gold horen naar beneden en de order omhoog. Yep, ik heb gold horen voor dit niet. Maar ik was een dock vol met merchant. Dat daarna doen. Van deze mee naar boven te rollen. Ja. Solsvak kan naar beneden. Ik ga geen grades voor inleveren, alleen voor killer. Nee, alleen voor killer en op. Maar dat wel voor je machinery standing, Henk. Ja, dat wel voor de ledger. Ik help jou al mee naar de afdump hoor. Ja, maar ik ben nog wel even bezig. Ja, en mijn merchant zit erop. Oh, weer boven.
Ze hebben sowieso meer dan 6 ton. Ik had rond de 16... 16,3,5 geloof ik, en ik zit nu op 17.0. Ik ben op 3,94 of zo begonnen. We gathering secrets. Ja, volgens mij dat geld dat hij nu in tellen is, is nog steeds van de Order of Souls. Maar dat ging ook wel heel rap. Ja, we stonden daar gewoon zo'n 3F pak op droppen. Bijna 75,5. 65,5. Ah, een missionary flag raised, merchant. Nou ja, oh, dan was ik al 75 van. Ik was op die rap aan het wachten, ik denk, hè? Order ben ik nu 65, bijna 66. Sorry, 64, bijna 65. Oh shit, we moeten dadelijk Gold Order MSR nog even terug opgroten, heel kort. Och? Mark en ik moeten dat pakje nog heel even aantrekken. Voor oh ja. Maar... Oh, volgens mij is het laatste pakketje daar, hoi. Ik weet niet wat het pakje. Dan pak je maar aan. Oh, ik heb hier nog een cannibal crate. Ja, ja, maar een ander pakje aan. Nog maar even met deze en dan ga ik het pakje aan. Ik heb nog een cannibal crate. Wat is dat? Treasure Seeker was het? Zo'n costume. Nee, niet die Treasure Seeker. Gold Horrors costume. Heet. En anders even naar de Gold Horror gaan kopen. Ik heb ze wel. Waar was dat, hè? Ja, down foto. Wat heb ik gedaan? Doen weer Gold upfoto. Gold Horror upfoto. En die kunnen we ook gelijk weer downfoten waarschijnlijk. Even checken of de transmission unlocked is, want die gaat dan een uur duren voordat die binnenkomt. Ja, horrors true and true. Dat is voor mij binnen. Dan kunnen we gold worden downvoten. Ben niet meer te zijn, hè? Nee. Oké, okay, merchant rap was ook niet heel veel. Nee, ja, we waren geen idee. Nee. Wat denk jij? Moet er even geld uitgeven. Dan doe ik straks wel eens 75 ben, dan kop ik die helemaal wat, denk je. Slaap of iets, moet je dat doen, hè, jong? Hij wil gegarandeerd die vlaggen nog hebben. Ja. Ik vind het goed, ik zeg het alleen maar. We kunnen hier de skills en de boekjes even in die kisten doen als jullie willen. In ieder geval wat te doen. Alles uitgegeven, ik zit nog steeds boven de 17. Ik heb in een goede maand tijd, zeg maar sinds de update, heb ik minimaal 4 miljoen binnengehaald. En dat is nog winst, puur 4 miljoen. En zo kijken wat de tally is. Oh, ik ben in Golden Sands aangekomen.
Ja. Hadden wij nog geen keys? Nee. Want net was gewoon iets meer als 4 ton. Wat zeg je, Roy? Dat van zojuist, die zooi zeg maar, was iets meer als 4 ton dat we geleverd hebben. Ja, ze zitten rond de 6,5, 7 ton. Ja, 6,8. Ja. Ja, wat een... Zou iemand het vocht gedaan hebben, zou ik wel lachen vinden. Die hebben nu geen loot. Ja, of als ze van tevoren gekeken hebben. Ja, ze kunnen het toch niet openen, ze hebben gewoon een key. Ja. Goed, dus als je hem begonnen bent, dan die spant die niet, of is het alleen maar de boot of zo? De boot is in ieder geval zo, bij vocht weet ik het niet. Tuurlijk naar het oosten. Maar ik hoop dat jullie allemaal, dat jullie twee nu ook tier 1 zijn en... Ja, ik zit op positie 19.000. En tier 2 is 115.000. En jij mag... Van Gold Hoarder zit ik in positie 22.800 op de eerste. Oh, ja. Ruim. Op de captain. Ruim. Dus nou, alleen bij... Ja, overal zet ik een tier 1. Ja, Mark en Merchant toch... Merchant zit ik in Commander. Dat doen we volgende week, afhankelijk van wat de update geeft, wat Merchant. Ja. Ik moet toch 20.000 of zoiets om in Grade 1 te komen. Hoeveel moet je nou, wat? 20.000 value. Dat is makkelijk. Zeilen. Oh, ik denk acht keer helemaal op de port. Ik hier die sandbar hit. Wauw, ik ging er langs af tot het anker viel. nee, daar was hij niet langs af gegaan. Kijk maar hier hoe breed dat ding is. Ja, maar we gingen een heel stuk naar links. Ik zat hier rechts. Dat is niet ver genoeg. Ja, maar dat gaat dan een stuk onder water door. Ja. Je moet even kijken of we erop kunnen. Ik weet niet of we dichtbij genoeg liggen nu. Ja, we kunnen foto. Goeie boot, hè. Hebben wij nog een ruwe bootje? Ja. Ja. Dat ik de kistje sta. Even op. Eerst moet je erop voeten voordat je het verkoopt hebt. Wat was zo? Ja, dat was niet genoeg open kisten. Plus, we krijgen een beetje extra de bloems nu. Ik heb de bloems terug die ik vandaag uitgegeven heb aan die Voyages. Kan ik deze kist ook gewoon gelijk verkopen? Ja, denk het wel. Ja, nee, doen we niet, want we hebben ook wel van die losse koekjes.
Daar heb ik nog eentje even terug in de boot komen. Ik ben hier bij de boot. Nou, ik denk dan doen we die vlag even met de hand. Om niet in de roeiboot te kleppen. Ik hou die vast in mijn handen terwijl ik aan het roeien ben. Oké. Die losse boekjes lagen hier in een boot of in de roeiboot? Lig in de roeiboot. Ga maar naar het strand toe, maar ik ben daar zo. Na 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 na. Er gaat een roeiboot omheen. Yo, laatste beetje van vanavond. Ah, er ligt nog een gift en een boekje. Vorige week in ieder geval de goede keuze gemaakt om gewoon alles te kopen. De mil. We hebben ruim 7 ton binnen. Trouwens, moet onze boot nog even zinken. Oh ja, dat zit nog wel in. Ja, vlak daar. Ja, er zit nog die skull in. Erin was geklept. Ah, laten we gewoon zinken, niet vlak down voor het, gewoon scuttelen. Goed bootje. Ik ga naar mijn bed. Verstil, die laatste spel niet meer op. De laatste wat? Dus dat ik die Athena spel zit nog in de boot. Ja, nou. Athena spel. Ik denk ik zeg het. Ja, weet ik. Ik denk niet dat ik er echt dood van zal gaan. Niet? Mag niet? Nee. Nee. Oh nee. Hoi, ik ga mee met de bouwsprit, zie je dat? Ik zag het. Ik sta gewoon op de bouwsprit. Oh. Lieve mensen, tot de volgende villa. Tot volgende week. Wat ligt hier nog? We hebben nog Ashen Chest. En dicht. Ja, die kunnen we even goed verkopen. Cool. Hier ligt die skull. Oh, we hadden nog een Goldholders vlag. 5. Komen we daar aan dan? Echt geen idee. Gold Hodders. Pack dit 5 yours, zegt hij. Oh? Hè? Huh? Dat is een glitch. Ja. Dat is een glitch, ja. Oké. Okay. En die kun je verkopen voor 15 gold. Ja, waarschijnlijk voor 2. Oh, zo'n kut getal ook. Ja, dan gaan we in ieder geval de stream ermee stoppen voor vanavond. Mooi geweest.